Marjolein, eerste singleswedstrijd op gras gewonnen. Hoe ging het? Ja, mijn eerste wedstrijd ging best wel goed. In het begin merkte ik wel dat ik echt even erin moest komen. Moest ontdekken hoe je goed kunt spelen tegen een andere roller op gras. En dat ging eigenlijk steeds beter en de tweede set ging hartstikke lekker. Tevreden over je eigen spel? Ja, ik ben zeker tevreden. Ik heb echt dingen toegepast die ik toe wilde passen. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar dit geeft een heel goed gevoel. En zo'n eerste keer op gras, is dat wennen? Ja, het was zeker wennen om voor het eerst op gras te spelen. Maar het is voor iedereen wennen. En ik vond het vooral eigenlijk een heel leuke ervaring. Natuurlijk heb je ballen waarbij je denkt, ja, op hardcourt had ik deze nooit fout geslagen. Of had ik die wel gehaald. Maar het viel me eigenlijk wel mee met de ballen die ik wel kon halen. Die ver bij mij vandaan werden gespeeld. En ja, ik vond het een mooie ervaring. Ja, want op welk vlak is gras anders? Gras rolt een stuk zwaarder. Waardoor je niet alleen sommige ballen niet kunt halen. Maar je kunt ook minder goed het veld inrollen om eerder de bal te spelen. Dus het tempo ligt wat lager in deze wedstrijden dan wanneer we op hardcourt of gravel spelen. En dat merkte ik echt tijdens de wedstrijd. Tijdens het trainen dacht ik, nou, het gaat nog wel lekker. En dan in de wedstrijd merk je dat het tempo echt beduidend lager ligt. Ja, maar dat hoort erbij en het is op zich niet verkeerd. Dat heb je allebei mee te maken. Je won Roland Garros. Jouw eerste enkel titel op een Grand Slam. Geeft dat dan hier nu druk? Nee, het geeft eigenlijk geen druk dat ik Roland Garros gewonnen heb. Ik denk dat de druk nog steeds moet liggen bij de dames die hier de hoogste ranking hebben. En ik kan morgen vrijuit gaan tennissen. Ik heb niks te verliezen. En ja, die titel van Roland Garros maakt natuurlijk wel nog meer. Dus ik ga er hartstikke voor om morgen te winnen en natuurlijk in die finale te staan en daar te schitteren. Maar ik bekijk het wedstrijd voor wedstrijd. En voor nu ben ik al heel blij dat ik de halve finale heb gehaald. Ja, want morgen tegen Jiske, wat verwacht je daarvan? Ik heb op de Australian Open voor het laatst tegen Jiske gespeeld. En toen had ik echt een off day en verloren. Ik ben heel benieuwd hoe het morgen zal gaan. Ik hoop dat ik morgen wel goed in mijn spel zit. En gewoon kan laten zien wat ik in de training laat zien. En dan ben ik heel benieuwd wat de uitkomst zal zijn. Veel succes morgen. Dankjewel.